En op een gegeven moment kwam ik zeg maar jouw cursus tegen. En toen dacht ik van ja, waarom niet? Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van de Real Estate Masterclass. En vandaag naast mij heb ik een hele speciale gast, Sammy. Die eigenlijk onze cursus heeft afgerond en met succes en natuurlijk bezig is momenteel als dealfinder. Zeker. Dus voordat ik achter verklap, Sammy, kun jij misschien jezelf kort introduceren, wat je doet en tuurlijk. Waarom eigenlijk in vastgoed wil ook investeren, ben ik gewoon gelijk benieuwd naar. Maar eerst beginnen met wie je bent. Ja, ik ben Sammy, 26 jaar, woon zelf in Rotterdam. Ja. En fulltime job bij EY, een van de Big Four accountantskantoren. En van jongs af aan ben ik ook al gewoon altijd gefascineerd in vastgoed. Mm-hmm. Mijn opa, oma, die zitten ook zeg maar in China in heel veel in vastgoed. Oh echt? Ja. Oh, dat heb ik me nooit verteld. Speciaal voor vandaag. Natuurlijk. Oh, dankjewel. Leuke verrassing. Okay. En zodoende hoorden natuurlijk allemaal zeg maar verhalen van over vastgoed. Mm-hmm. En eigenlijk op een gegeven moment wordt het veel interessanter. En mijn ouders wilden wel dat ik gewoon eigenlijk een hele goede job krijg. Mm-hmm. Dus vandaar ben ik nu eigenlijk wel accountant. Mm-hmm. Maar sinds een half jaar geleden dacht ik van ik wil eigenlijk gewoon toch meer iets meer doen in de vastgoed. En zodoende heb ik heel veel boeken gelezen, bijvoorbeeld Rich Dad Poor Dad. En ook gewoon heel veel in het begin gewoon mindset dingen geleerd. Ja. Want voor mij persoonlijk is mindset gewoon heel belangrijk. Want uiteindelijk in het leven ga je altijd falen. En met vastgoed is best wel een groot ding voor mij. Dan als je dan één keer faalt, dan denk je van dat je dan meteen opgeeft. Dus daarom is voor mij heel belangrijk om de mindset al gewoon als fundament goed te settelen. En vervolgens zeg maar door te gaan. En op een gegeven moment kwam ik zeg maar jouw cursus tegen. En toen dacht ik van waarom niet? Het is een goede kans om te beginnen. Ja, oké. Okay. En waarom niet eigenlijk? Ik ben benieuwd van, je ziet een advertentie, je hebt nooit eerder ontmoet. Wat is dan de trigger voor jou om te starten? Ja, je kwam heel betrouwbaar over voor mij. Okay. Heel open en gewoon heel transparant, heel chill. Toen dacht ik van, het is gewoon leuk om, waarom eigenlijk niet? Gewoon een kleine investering. Je weet maar nooit, als het slecht gaat, dan heb je ook wat geleerd. Mm-hmm. Uiteindelijk, je verliest nooit eigenlijk, want uiteindelijk heb je nog steeds heel dingen geleerd. Yeah. En uiteindelijk de cursus natuurlijk goed afgerond en zeker hele goede guidance van jou gehad. En ook aan mijn strategie zeg maar ook aan getriggerd, een beetje aan gesleuteld. En vandaar ben ik gewoon nu ook bezig met deal brokeren om zelf natuurlijk ook proberen vastgoed aan te kopen. Ja. Toch langzamerhand is dat zeg maar stap voor stap. Oké, geweldig om te horen. Dus nu de cursus heb compleet gemaakt en afgerond, wat waren eigenlijk voor jou de grootste leerpunten erin? Dat je misschien dacht van, dat wist ik echt niet, kan dat echt en dat soort dingen, weet je? De opening, de eye-openers zeg maar, wat waren ze voor jou? Eigenlijk alles gewoon. Okay. ik had gewoon echt, vandaar in het begin, ik wilde gewoon iets met vastgoed doen. Ja. Maar je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Ja. En de cursus geeft je gewoon echt een hele goede fundament om van, eigenlijk met babystappen te beginnen. Van A tot Z, bijvoorbeeld over de vergunningen van in de eerste week. Ja, geen flauw idee. Waar je echt moet op letten. Dat je gewoon zelf gewoon ook een beetje analyses moet doen bij de gemeente, bellen. Waar je eigenlijk op moet letten. En dat is eigenlijk voor mij heel belangrijk is voor de cursus. Gewoon de fundament. En daarop kan je zeg maar zelf verder opbouwen. En natuurlijk dat je zeg maar ook heel erg fijn dat we gewoon dat ik veel vragen kan stellen. Dat ik zeg maar ook de guidance kan krijgen. Ja. En zo kan je zelf natuurlijk ook telkens ontwikkelen. En je weet, met een 9-to-5 job word je nooit financieel vrij. Mm. En dat is zeg maar, dit is dus eigenlijk mijn eerste stap om dat eigenlijk proberen te bereiken. Oké, helder. Nou, Alice, ik ben heel blij om te horen dat je heel veel hebt geleerd en heel veel waarde uit hebt gehad. Maar hoe zie jij dan je pathway forward, Tina? Nu probeer ik zelf een woning eigenlijk te kopen. Mm-hmm. Natuurlijk door
door middel van zeg maar, de netwerken die ik zeg maar, nu heb gecreëerd. Mm-hmm. En ook natuurlijk ook behulp van jou. Probeer gewoon een goede woning te kopen. En mogelijk nog dat ik een bepaalde strategie die ik heb geleerd kan toepassen. Bijvoorbeeld house hacking. Ja. En vervolgens nadat kan ik gewoon eigenlijk gewoon scalen. Ja. Dat is gewoon met een beleggingshypotheek. Dan kan ik gewoon eigenlijk zo snel mogelijk eigenlijk aan 3 panden komen. En door middel van dealbroker probeer ik eigenlijk gewoon equity op te bouwen. Mm-hmm. Om eigenlijk natuurlijk ook door middel van OPM zeg maar dat toe te passen. Want ja. Uiteindelijk als je, ja, je kan op verschillende manieren zeg maar OPM gebruiken. Bijvoorbeeld JV, beleggingshypotheek. Bij de beleggingshypotheek krijg je meestal 60% of 70% vergoed. Maar dan moet je zelf zeg maar de 30% moet je zo bijleggen. Ja. En dat probeer ik dus ook te doen door middel van dealbrokeren. Ja. En natuurlijk met mijn eigen salaris. Ja, oké, ik snap hem. Geweldig. Oké, nou heb je nog andere advies voor andere mensen die hè, misschien in dezelfde situatie zaten, dat ze twijfelen van ik wil ook iets in vastgoed doen. Wat kun je meegeven? Ja, wat ik aan hun zeker mee kan geven is twijfel eigenlijk niet. Want als je twijfelt, dan kijk je terug, dan denk je van, ah shit, ik heb weer wat gemist. En dat heb ik bijvoorbeeld ook, een goed voorbeeld is, ik investeer zelf ook in verschillende aandelen. En ook met Amazon, ik wilde vorig jaar beginnen investeren in Amazon. En toen dacht ik van, nou, dat is veel te duur. Het was 1k voor 1 aandeel. Toen dacht ik van, nou, dan wacht ik wel tot die daalt. Nou, die is alleen maar blijven stijgen. Ja, nou boven 3k nu. Ja, en als ik nu zo terugkrijg van ja, had ik maar kunnen, ik maar gedaan. En dus nu met Tesla en andere technologische aandelen, dacht ik van ja, je moet natuurlijk goed je analyse doen, maar als je gewoon vertrouwt in wat je zeg maar zelf hebt geanalyseerd, onderzoek naar hebt gedaan, is dan moet je het gewoon doen. Ja. En dit geldt ook voor vastgoed. Als jij gewoon in vastgoed wil investeren en je weet niet hoe, dan is dit de perfecte cursus. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ik hoop ook dat het voor jou waardevol was. Vergeet jezelf niet te abonneren op ons kanaal, zodat jij ook meer waardevol content zult krijgen. En vergeet ook niet de video te liken. Mocht je wat vragen hebben, laat ze achter in de comment sectie hieronder. En ik zie je graag tegemoet bij de volgende video.